Dirk Kuyt of een Chinook? Oh, goeie, dat zou ik niet weten. Interesseert me helemaal niet. Van Persie of een Apache? Van Apache. Ja? Ja, ja. Ja, dat is een moeilijke vraag. Vandaag dus, zeker, hè? Apache vandaag. Maar ja, Nederland speelt vandaag ook. In Durban nog wel, tegen Japan. Maar op Gilserijen kwamen mensen tussen de regenbuien door vooral ogen en oren tekort bij de spectaculaire luchtshow. Dit is één keer in het jaar. En van het jaar. WK is maar eens in de 4 jaar, toch? Ja, maar dat is van de week weer een wedstrijd. Dus. U bent niet zo van het voetballen? Nee, ik ben niet van het voetbal, nee. Dus u heeft niet lang hoeven nadenken of u wel zou gaan vandaag? Nee. Voor een goed gesprek hoef je ook niet naar Gilserijen. En het lag dit keer niet aan de vuvuzela. De luchtmacht kijkt tevreden terug op het tweedaags evenement. Gisteren 100.000, vandaag 150.000 bezoekers. Dus van oranje concurrentie leek in het geheel geen sprake. Het is echt heel erg druk, dus we hebben een heleboel fans van ons op dit moment op de basis. Ja, daar zouden de Dirk Kuyt en de Robin van Persie eigenlijk een beetje jaloers op moeten zijn. Ja, het gemiddelde stadion gaan er 60, 70 in. Wij hebben misschien nog wel het dubbele binnen aan het eind van de dag. Mocht u genoten hebben, sluit u alsjeblieft terug. De bemanning kan u zien. Voor mensen die oranje en luchtmachtfan zijn, was er de mogelijkheid om met één oog ook de wedstrijd in Durban te volgen.